koffertje met brein. Ja, ja, ja. Dus, en heeft u hem ontgrendeld? Op de achtergrond staat er normaal een foto van mijn vrouw en mij. Alleen een vrouw, een blonde man. Ja, dat is mijn telefoon. Hé, hey, ze hebben mijn telefoon gevonden. Het is tijd voor een nieuwe prank call. Voor de mensen die niks te doen hebben op deze woensdagavond, ik ga live op Twitch. Vanavond met de broers. Live. Na lang wachten is er nog eens tijd om te prankallen. En het idee van de prankall is simpel. Ik wil terug naar school. Ik ga naar mijn oude school bellen die mij weggestuurd hebben omdat ik een YouTuber was. Ik ga vragen of mijn zoon terug mag komen. Voor de mensen die je update willen over mijn kat, hij is nog altijd weg. Hij komt al terug. Hoop ik. Ooit. Het wordt fijn. Dumpies. Ik ben even mijn mandarijn aan het pellen. Dit is heel spannend. Godverdomme man, neem op! Hallo? Wordt er hier nog opgenomen of hoe zit het eigenlijk? Hallo? Dit is het antwoordapparaat van... Godverdomme! Boodschap! Ik wil geen boodschap inspreken. Dit is niet hoe het gaat doen. Hé, maar als jullie nu niet opnemen, dan ga ik echt... Goeiedag. Blijft u even aan de lijn alstublieft. Wij beantwoorden dadelijk uw oproep. Ja, beter. Dit is geweldige muziek. Ik... Goeiedag. Blijft u even aan de lijn alstublieft. Wij beantwoorden dadelijk uw oproep. Waar is dit? Hallo! Nu word ik zomaar afgelegd, god! Ik moet nu een nummer hebben van een school die wou opneemt. Welkom bij 12.1. Een van onze medewerkers gaat hier dadelijk terecht. Goedendag Albert. Spreek ik met Albert? Jawel. Hallo Albert. Ik heb eigenlijk een telefoonnummer nodig van een school in Brugge die wel opneemt. En welke school? U mag kiezen, maar ik heb een nummer nodig van een school in Brugge die misschien wel opneemt. Want alle scholen waar ik naar bel, die nemen niet op. Die willen mij niet. Doorschakelen. Dank u wel, Albert. Ja, schakel mij maar door, vriend. Wat is dit voor rare alien muziek? Hey, maar hoe lang gaat dit nog duren? Goeiedag, u bent eventjes doorgeschakeld. Wat zoekt u precies in Brugge? Een school in Brugge. Zou u mij misschien kunnen doorschakelen? Van, fuck dit! Fuck jullie 1207! Ook niks aan, echt niks. Ik word hier volledig in de reet geneukt. God, fake broers. Jawel. Hallo? Ja, hallo. U spreekt met meneer Van der Kastelen. Mijn zoon is net buiten gesmeten op zijn school en wij zijn wanhopig op zoek naar een nieuwe school. Ja. Zou het misschien mogelijk zijn om mijn zoon bij jullie in te schrijven? Welke richting volgt uw zoon momenteel, meneer? Wel, mijn zoon heeft bakker gedaan. Ja, maar dit hij is, jaar. Ja, dit jaar. Tot vandaag eigenlijk. Maar hij is buiten gesmeten omdat hij kleine probleempjes had met de leerkrachten. Hij zat op een privéschool in Brugge. Een privéschool? Een bakkerijschool? Ja. En welke school is dat dan? Ik ga even de volledige naam opzoeken. Ik denk dat het... Ja, dat is het Koninklijk Atheneum voor bakkers. Dat is geen privéschool hoor, meneer. Godverdomme! Snap je, ik moest improviseren. Bakker! Kon ik met niks beter komen dan fucking bakker? Oh, spreek ik met mevrouw Christine? Ja, Marie-Christine Buijs. Ja, mevrouw Christine Buijs. Hij zit in het zesde middelbaar en ik vind het eigenlijk zonde dat hij zo laat op het jaar buitengesmet wordt. En het is voor mij ook een hele moeilijke situatie, maar ik zou eigenlijk graag hebben dat mijn zoon terug naar school gaat en jullie zijn echt mijn laatste optie. De naam is Van de Kastelen. Ik denk niet dat ik dat moest spellen. En zijn voornaam is... Rudrik. Ja, maar het is zo'n U-gegevens nu, hè, als ik moet terugbellen. Mijn gegevens. Schrijf maar Rudy van de Kastelen. Aan elkaar van de Kastelen of in drie woorden? In vier woorden. Ja, Rudy wel apart, maar ik bedoel van de Kastelen. Ja, in drie woorden. Rudy van de Kastelen. En uw telefoonnummer? Dat is 04-94-65-4674. Ja, I salute you. Godverdomme! Kijk, ik kan niet terug naar school. Mijn zoon kan jammer genoeg ook niet terug naar school. Het is te laat op het jaar. Fuck! Dat is geen probleem. Misschien een klein probleem. Ja. Ik heb een klein. Goedemiddag. Wat lief? Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw, ik zit met een heel groot probleem. Nou, vertel. Het is misschien niet meteen een verslaving gerelateerd aan drugs of drank. Ik heb een zware Fortnite-verslaving. Dat is, het valt binnen het gamen, denk ik. Het gamen? Ik ben mijn job en mijn school verloren door mijn...
extreme Fortnite gebruik. En eigenlijk ben ik ook al mijn vrienden en familie erdoor verloren. En... ja, door het gamen. Ja. Ik kan niet zonder. Ik bedoel, ik ben nu ook gestrest omdat ik nu bel naar jullie, maar ik wil nu eigenlijk ook gewoon iets anders doen. Mm-hmm, ja. Het heeft ook problemen met mijn privéleven. Ik weet niet of je dat snapt, maar als ik buiten kom, dan wil ik dingen kapot maken en zo. Dan wil ik resources verzamelen. En hoe oud ben je? Mag ik dat vragen? Ik ben 21. 21, oké. Okay. En je gaat niet naar school? Jawel, ik ging naar school, maar ik ben gestopt met school omdat ik meer wou gamen. Mevrouw, het heeft eigenlijk gewoon volledig mijn leven verpest. Ja. Dat is het enige wat ik doe. En ben je ook altijd alleen? Ja, maar ik heb wel vrienden online. Maar dat zijn mijn echte vrienden, dat zijn mijn echte broers. Nee, die ken je niet in het echt natuurlijk. Dat zijn niet je echte vrienden. Maar zijn je echte vrienden? Jawel, ze zijn wel echte vrienden. Ze zijn echte vrienden, maar ze zijn misschien... ze bestaan misschien niet echt, maar op Fortnite zijn het wel echte broers. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En je echte vrienden, waar zijn die gebleven? Ja, die zie ik niet meer. Die spelen geen Fortnite. Dus ik zag het net ook niet om nog met hen te praten. Nee, ja. Speelt u Fortnite? Nee. U zou echt Fortnite moeten spelen, mevrouw. Waarom zou ik dat moeten doen dan? Geweldig spel. Mevrouw, wilt u geen Fortnite met mij spelen? Nee, dat wil ik niet. Nee. Mevrouw, ik ga gewoon ophangen. Ik ga gewoon verder spelen. Ik... Oké, nou bel me nog een keertje terug. Hoezo helpen ze mij niet? Pas op voor Fortnite-verslavingen, dames en heren. Het is geen grapje. Het is niet om mee te lachen. Fortnite-verslavingen is duidelijk een probleem in onze samenleving. Goedemiddag, u spreekt met de voedselinspectie. Wij hebben een klacht binnengekregen. Klopt het dat wij zijn verbonden met frituur Tolpoort te... We hebben een klacht binnengekregen van een van uw klanten waarschijnlijk. Dat is zeer goed. Dat is goed nieuws. Ja, meneer, ik zou dit niet als goed nieuws. Mag ik uw privé-nummer eventjes... Meneer, ik zou dit niet als goed nieuws. Ik zou dit niet als goed nieuws opnemen, meneer. Dat is heel goed nieuws. U doet uw best. Meneer, dit is mijn job. Ik probeer ook gewoon mijn job. Meneer, ik probeer gewoon mijn job te doen. Wij hebben een klacht gekregen in verband... Oh! Mensen zijn boos als hij zo shit doet. Ik meen dat, dan worden ze helemaal para. Goedemiddag, ik was daarnet met mijn kat in jullie winkel en ik ben mijn kat verloren. Wat bent u verloren? Mijn kat. Mijn kat reageert op de naam Lou. Hij is zwart met witte strepen en ik ben hem eigenlijk sinds daarnet kwijt. Jullie hebben toevallig geen kat gevonden in jullie winkel. En welke kassa ben je geweest? Welke kassa? Ja. Gewoon bij een kassa met een mevrouw. Nou ja, heb je een kat gevonden? Een kat? Heb je er een kat verlaten? Veronique, heb je een kat gevonden? Er ligt hier niks meer. Godverdomme man. God. Het is niet, ik heb al een gsm gevonden. Een gsm, maar niet wel een kat, nee. Nee, is het een zwarte telefoon? Ja. U heeft een zwarte kaptelefoon gevonden. Ja, ja, ja. Dus, en heeft u hem ontgrendeld? Op de achtergrond staat er normaal een foto van mijn vrouw en mij. Alleen een vrouw, een blonde met... Ja, dat is mijn telefoon. Hé, ze hebben mijn telefoon gevonden. Hé, mevrouw, ik kom er nu om. Oké. Okay. Hé, ik ga even mijn gratis telefoon gaan ophalen. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Ik heb een gratis gsm, Albert Heijn, knokken. Ik ga er nu om. Bedankt om te kijken naar deze video. Gratis telefoon. Dank u. We got him! Hello! Ik wil het ook niet zien, man. Oh, fuck!